Mijn schoentjes. Ik ben eigenlijk een beetje zat van mijn UX. Ik wil andere schoenen. Ja, ja, oké, ik snap het. Dan moet je de vloer aanraken, zegt Eden. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je geluk. Oh, Mies, wat heb je in je kleren gesmeerd? Dan krijg je geluk. En wat is dat? Tandpasta. En dat is het. Nee, ik ja, dat heb je wel gedaan, maar niet expres. Kom eens hier. Oh, allemaal tandpasta. Miesu. Heel even mijn haar doen, want ja, het is een rustige dagje, maar ik had me niet helemaal klaargemaakt in de ochtend. Dus dat ga ik nog even snel doen. En een beetje opruimen, want dit ziet er echt niet uit. Ik had die laserspot gemaakt, dus die ga ik even opwarmen. En ik ga even snel flatbread maken en lekker makkelijk in de airfryer kippetjes. Dit is de allerlekste geur zelf van die broodjes maken. Oh, I love it. In Engeland hebben ze de pond en niet de dollar. Oh, Ila, je moet nog eigenlijk hier nog één elastiekje doen. Ila heeft mij haar gedaan net. Maar we waren even lekker gaan lunchen. We hebben niet eens de camera meegenomen. Maar we hebben wel wat lekkers meegenomen vandaar. En dat gaan we... Wat zeg je? We hebben gegeten bij de dikke boterham. Ja, wacht even. Dit is Ilayla. Oh, wacht. Ik ga hier vertellen. Hallo. Ik ben... Je ging toch vertellen waar we hadden gegeten? Oh ja, wij gingen vandaag eten bij... Hoe heet dat ook alweer? Dat weet je wel. De dikke boterham. En toen we terugkwamen, ging ik iets maken. En weet je wat ik toen heb gemaakt? Wacht even, ik ga het eventjes laten zien. Oh my god, je moet het even zien. Het zijn cinnamon cronuts met Zwitserse room. Kijk, ik heb dus een badjas voor Elmo gemaakt. Als Elmo hem uitdoet, kan je hem wat beter zien. Ja, hier. Hey, zullen we allebei gewoon even een halfje doen? Want het is best wel machtig. Ik kan het wel helemaal eten. Nou, we doen eerst even een halfje hoor, geloof mij. Hoe weet je dat dan? Nou, dat zie ik. Wacht even. Wacht even hoor. Wat zeg je, Mies? Moeders weten alles, dat klopt. Kijk, matjas met zulke... Nee, niet behalve, moeders weten alles. Mooie gaten voor hun armen. Moeders weten ook hoe je een lamp maakt, hoor. Tuurlijk weten moeders alles. En daarvoor heb ik dit kleine schaartje gebruikt. Guys, het is maandag. Goeie avond. Het is 5:30. Ik was vergeten, de vlog. Ik was helemaal totaal vergeten. Ik was zo in de weekendmodus. Pasen, niks doen. Sorry. Goedemiddag, goeie avond. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. Ik heb net eten gemaakt. Ik heb rijst, ik heb boontjes en ik heb saté en pindasaus. Maar ik eet niet thuis. Ik ga straks ergens eten. Maar hallo, ik ga even mijn camera op de lader gooien. En dan, ja, welkom. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb net broodjes en zo gedaan. En ik ga nu even lekker koffie drinken. Het was gisteren zo mooi. Het is vandaag zo regenachtig. Maar het is oké. En dan gaan we lekker naar kantoor. Oké, we zijn op kantoor. Ik was vergeten dat ik een zak erop had. Oké, mijn kantoordagje zit er alweer op. Het is... 2 uur bijna, dus ik ga even de kindjes ophalen.
Dus let's go home. En dit moet ik hier laten, want dit is mijn vest voor op kantoor. Maar dit was mijn outfit van vandaag. Nou, we zijn thuis. Oh, wat een wind. We waren helemaal weg. Ik wacht nog even op die oudste. Die loopt tegenwoordig van huis naar school met vriendinnetjes. Dus die zal ook zo... Ik ga mijn haar vastmaken, joh. Door die wind is alles helemaal gek geworden. We gaan alvast beginnen met koken. Ik had in één keer zin in nasi, want ik had lekkere satésaus. Toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik heb snel rijst gemaakt. Opengelaten, dat het kan afkoelen. Kan ik zo lekker snel even een snelle nasi maken. Lekker met kip en gebakken banaan erbij. Satésaus. Ik maak dit alleen maar om die satésaus. Soms heb ik dat. En denk ik in één keer... Oh, het is... wat voor dag is het? Het is woensdag. Ik dacht, ik ga vandaag een vlog weer oppakken. Maar ik was zo druk bezig met werken. Dat ik net... Het is 2:15. Dacht, oh, de vlog. Ik denk, oh, maar ik zat zo in mijn planning. En... wacht even hoor. Ik zet jullie even hier neer. Zo in mijn planning. Want de planning wordt drukker en drukker. Dus ik zit alles even te implementeren in zo'n project management systeem. En ik bedacht maar, ik zie mij helemaal niet. En ik bedacht maar, ik heb nog cola. Ik heb echt van die mini colaatjes gehaald. Maar ik had hier zo, ik moest even een pauze nemen. En ik bedacht maar, ik heb nog van die mini colaatjes. Nog heel even zo'n klein oppeppertje, weet je wel. Maar mijn schema en mijn planning is voor de komende 2-3 weken best wel druk. Dus ik dacht, weet je wat? Ik moet het even allemaal in één overzicht hebben. Want soms heb ik een gedeelte in mijn telefoon en een gedeelte zeg maar in mijn papieren agenda. En dan heb ik dit en heb ik dat. En dan, toen dacht ik, oké, ik moet het allemaal op één plek hebben. Dat ik gewoon in één oogopslag kan zien wat ik de hele maand april nog te doen heb. En dat is best wel veel, dus... Dat zit ik nu te doen. En ik dacht, oh, ik moet heel even. Oké, hallo jongens. Welkom bij deze kantoorkletsvlog. Ik heb net een video opgenomen. En toen zei ik kantoorkletsvlog. En toen dacht ik, ja, weet je wat? We gaan het gewoon doen. Ik ga proberen jullie deze dag mee te nemen. Ik ben vandaag op kantoor de hele dag. En het is nu, om precies te zijn, 9:50. Ik ga even de vragen voor de Q&A voorbereiden. En dan ga ik straks ook de Q&A gelijk opnemen. En daarna gaan we lunchen. Of we, ja, ik ga lunchen bij mijn moeder op het werk. Die woont dichtbij. En dan zien we wel even hoe de dag gaat. Ik ben mijn kabeltjes vergeten. Die ik kan connecten tussen mijn MacBook en scherm. En tussen mijn camera en MacBook. Dus ik kan vandaag niks gaan editen. Dus ik dacht, oké, laten we gaan kletsen. Dus hi, welkom. Het is woensdag. Het is zo druk geweest, jongens. Ik heb zo vaak geprobeerd. Ik heb zo vaak ook gewoon de camera opgepakt. En dan ging ik vloggen en dan werd het niks. En dan... Ik weet het even niet. Maar in ieder geval. Ik ben dus even Q&A vragen aan het verzamelen die ik overal neer heb gezet. Trouwens, ik ging me vanmorgen klaarmaken. Ik voelde me zo lang. Maar dat ben ik niet. I know, ik ben 1,56. Maar ik heb een outfit aan dat zeg maar één kleur is. Wacht, ik ga het je laten zien. Kijk, dit is mijn outfit. Maar ik voel me echt heel lang. Maar dat ben ik niet. I know. Op deze spiegel lijkt het wel minder. Maar toen ik thuis was, dacht ik, wow, ik lijk lang. Oh, mijn groep shoppen. Geen story aan of mijn groep die open was. Oké, ik was laatst met... Wat vrienden en vriendinnetjes waren we naar Passarmalam. En Enschede, Hengelo, ik weet het even niet meer. Hengelo was het volgens mij. Daar heb je dan geweest. Was dat die dag? Jawel, dat was wel die dag. Daar heb je dan geweest. En toen gingen we in de avond, gingen we in Zwolle, gingen we een drankje doen bij een vet leuke bar. Moest je zeg maar via zo'n rode Engelse telefoon zo moest je naar binnen. Echt heel leuk. En er zat een groep meiden. En op een gegeven moment, een van die meiden die keek steeds naar me. En normaal, I don't care, kijk wat je wil. Wil je een foto van me? Nee, weet je, maar het maakt me echt niet uit. Maar ze keek naar mij en ze keek echt zo van top tot teen. En toen ging ze met die andere meid praten. Toen dacht ik, excuse you. En toen
weet je, gingen ze met z'n tweeën naar de wc. En ik gaf haar echt zo'n blik van, wat? En toen kwam ze terug en toen ging ze naast me zitten. En toen fluisterde ze in mijn oor, je grap staat open. En ik moest zo hard lachen. Dacht ik, oh, ik wou bijna de bitch gaan uithangen. Oh, ik vond het zo erg. En toen moest ik ook lachen. En toen zei dus ook tegen mij, wat? Ik zeg, ja, mijn grap staat open. En ik zat ook gewoon, ik zat alleen, zeg maar. Ik zat ook gewoon helemaal lekker zo. Weet je, alsof ik de baas was, zo. Met mijn gulp open. Niemand die me wat heeft gezegd. Niemand die het heeft gezien. Niemand die even oplette. Maar die meid wel. En toen dacht ik echt, oh, wat slecht. Ik wil gewoon echt bijna de bitch gaan uithangen. Oké, back to Q&A. Pff, ik heb overal wat vragen gekregen, dus ik dacht, we gaan het even... Ik heb ook echt honger. Ik heb net ook een drop gegeten. Drop, het is niet nodig. Ik ben 2 kilo afgevallen. En nu ga ik drop eten. Parijs? 2 tot 4 juli. Oh, maar dat kan ik helemaal niet. Echt elke keer als de beurs in Parijs is. Oké, ik moest even reageren op dingen. Er is dus een aantal keer een beurs in Parijs. Stoffenbeurs en dat soort dingen. Fashion. Ook echt om te netwerken en dat soort dingen. Ik probeer nu zeg maar elke week iets van netwerk te doen. Om sowieso echt een naamsbekendheid voor je LTP te creëren. Dat is wel echt heel belangrijk. Iedereen moet weten wie je bent. Wat je doet. Waar je vandaan komt. Wie je LTP is. Het moet zeg maar dat ene liedje zijn. Wat heet het in je hoofd zit. Weet je? Dus daar ben ik mee bezig. En intussen ben ik ook vragen voor Q&A aan het opschrijven. Oh, hoe laat is het? Ik heb echt al zin om te eten. Maar ja, ik ben dus 2 kilo afgevallen. En dat komt echt door het niet snoepen. Maar nu zit ik op kantoor en dan heb ik hier drop. En dat is gewoon niet goed. Dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet even mijn haar vast hebben. Maar ja, verder gaat het wel goed. Schoon druk en ja, mentaal doet het ook wel wat met je om zoveel dingen te doen voor je tape en dan kinderen erbij. Wat doe ik met mijn haar? Ja, het is niet, het is hard werken, laat ik het zo zeggen. En al toch. Sowieso, dus altijd het leven bestaat uit werken. Maar ook een beetje genieten. En andere dingen zijn ook hard werk. Dus niet, als jij gewoon een normaal 9 tot 5 baan hebt, betekent niet dat het niet hard werken is. Uiteraard niet. Ik zit nu te denken, wat ga ik straks eten? Oké, dit heb ik al gedaan. Die moet ik nog doen. En ik wil ook nog video's voor jullie laten vandaag gaan schieten. Ik heb alle stuffs mee. Maar ik bedenk me net, ik heb jullie nu op een tripod staan. Maar ik heb de andere voor mijn... mobiele telefoon. Mobiele telefoon. Oké, jongens. In mijn kantoor zit gewoon... Kijk, ik heb hier vroeger op school gezeten. Dit is de Euroborg. Ik heb hier vroeger op school gezeten. En dan zit mijn kantoor nu gewoon aan de andere kant. Is toch te grappig dat ik vroeger hier op de middelbare school zat. MBO. En dat ik gewoon in hetzelfde gebouw een kantoortje heb. Zo leuk. Het is echt vies weer trouwens. Ik ben onderweg om te gaan lunchen met mijn moeder, die werkt hier in de buurt. Oeh, het is echt koud. Ik moet even opletten hier.